Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Welkom bij onze uitlegfilmpje van Lijf 48. En ik ga even spieken. Dat is 11 september 2023. Ik heb op de groep hebben we de live gegeven. En dit is de basisuitleg wat we hebben gemaakt. Heel veel knutselplezier namens ons, Bianca en Debbie. En we gaan aan de slag. Ik heb basis kartstok. En ik heb, even kijken, we moeten spieken. Kartstok, breedte maal hoogte. 20 bij 12. Dan heb ik breedte maal hoogte. 16,2 bij 12. En ik heb 11,2 bij 12. Dan ga ik aan de slag met mijn voorbeeld die ik heb gemaakt met onderwaterwereld. En dat is, en die ga ik ook even spieken, want uit mijn hoofd weet ik het niet meer. Digipapier nummer 24, onderwaterwereld. Ik vond dat wel erg leuk om te doen. Nou moet ik heel eerlijk zeggen, ik heb er al één gemaakt. En die heb ik aan Debbie gegeven voor haar verjaardag. En toen ik hem af had, dacht ik, nou, dat vind ik wel heel erg leuk om te gaan gebruiken voor onze lijf. Ik heb twee keer kartstok en die is 11,7 bij 11,7. Dit is geen kartstok, maar dit is designpapier. Dat wou ik zeggen. 11,7 bij 11,7. Twee keer. Ik heb twee keer 6,7 breed bij 11,7 hoog. Ik heb vier keer, staat 2, maar ik heb hem vier keer 7,7 bij 7,7. En dit is ook kartstok, maar ik heb wat anders erop. Dus ik heb daarvoor blauw kartstok gebruiken in plaats van designpapier. Dit zijn er iets meer, maar je hebt 8 keer 3,7 bij 3,7 nodig. 8 keer. En dat is wat we gaan gebruiken. Een stukje touw, ben ik vergeten te pakken. Die moet ik zo nog even snel pakken. En ik heb 8 rondjes uitgestanst. En die stans ik uit met mijn... volgens mij is het dan van wie... Waar was die ook weer van? Nou, ik weet het even niet zo snel uit mijn hoofd. Ik ben heel slecht met dames, maar dat weten jullie onderhand al wel. Die gebruiken we wel vaker. En dat is voor onze gaatjesmaker. Dan kan je hem leuk afvinken. Nou, ik denk dat we moeten beginnen. Net wat ik zeg, een stukje touw. Wel fijn even op voorraad te hebben. Dus ik duik eventjes. Nou ja, zo eventjes ook weer niet. Kom maar. Ik wil touw. Het ligt altijd bovenop. Oh ja, deze is toch erg leuk. Ja, die gaan we gebruiken. Ik heb een hele bak vol. Ik heb touw. Kijk, ik heb wit. Leuk erbij. Ja, dus die gaan we gebruiken. Draai mijn voorbeeldje even om, want ik moet even aftekenen. Ik draai mijn kartstok en die is 20 bij 12. Draai ik om, dat ik de achterkant heb. Ga een pen, een potlood en een liniaal pakken. En die leg ik bovenaan. En die ga ik dan een streepje zetten bij 4, bij 8, bij 12, bij 16 en dan heb je 20. Dat doe ik aan de onderkant ook. 4, 8, 12, 16. Die ga ik met elkaar verbinden. Dus jullie denken, af en toe hoor ik wat op de achtergrond. Ik heb lekker de ramen open. Naar de warmte van gisteren. Het is nu 12 juli. En ik heb lekker alles even openstaan. Zodat het even lekker kan doorluchten. Afkoelen. En ik vind dat erg prettig met werken. Als ik deze heb verbonden... Dus stipjes met stipjes. Dan ga ik hier aan de bovenkant ook mijn liniaal leggen. En dan ga ik ook een streepje op 4 en op 8 doen. Dat ga ik aan deze kant ook doen. 4 en op 8. Draai hem. Ja, maakt niet uit. Ik draai hem even om. De 4 en 8 streepjes ga ik verbinden met elkaar. Het is een bestaande kaart die er al een tijdje is. En die heb ik in een nieuw jasje gestoken.
Dat vond ik erg leuk. Dan moet ik even kijken. Ik ga mijn rilpen bijpakken. Ik ga met de hand rillen. Je kan hem ook op de snijapparaat doen. Maar dat ga ik niet doen. Ik ga deze lijn rillen. Deze ga ik rillen. Deze en deze ga ik rillen. Dus ik draai even om. Ik leg mijn liniaal erbij. En ik ga de eerste 4 centimeter ga ik rillen. Pak de tweede rillijn of de tweede tekende lijn. En dan ga ik de eerste 8 centimeter rillen. Dan pak ik de volgende. Kijk, en nu ben ik er dus één bij voor jullie vergeten aan te kruisen. Zie je? Foutje. Dan ga ik de tweede 4 centimeter naar de derde 4 centimeter ook rillen. Dus vanaf het midden ga ik die rillen. En bij de laatste ga ik de laatste 4 centimeter rillen. Ik ga het even herhalen voor jullie. Ik heb hem gepakt. Ik heb hem even mijn blad omgedraaid. Ik ga de eerste 4 centimeter rillen. Dan pak ik de tweede. Dan ga ik de eerste tot aan de tweede streep rillen. Dus 8 centimeter. Bij de volgende ga ik de tweede 4 centimeter en de laatste 4 centimeter. Dus de 8 en de 16 ga ik rillen. Nee, 8 en 12, Bianca. Dit is 12. Dus 4, 12. En bij de laatste ga ik de laatste lijn rillen. Dan ga ik ga even een rondje zetten. Dat jullie het kunnen zien. Deze twee lijnen en deze twee lijnen ga ik snijden. Dus ik leg mijn liniaal er goed op. Ik heb heel wat uit te tuffen straks. En dat doe ik bij deze ook. Dus dat is dan van de tweede getekende potloodstreep naar de vierde getekende potloodstreep. Dus van de eerste potloodstreep naar de derde potloodstreep hebben we een gesneden. En hier van de tweede potloodstreep tot de vierde potloodstreep hebben we ook gesneden. Dan ga ik toch even mijn gum pakken. Even een klein beetje kijken of ik het uit kan gummen. De rillijnen zijn altijd wat lastiger. Maar goed, het is de achterkant. Oh jongens. Zo. Nou. Dan ga ik. En dan moet ik even kijken. Want ik wil hem dus gaan vouwen. Kijk. Deze eerste onder. Ik heb hem omgedraaid. Of, nou, ik doe hem naar jullie toe. Kijk. Deze ga ik vouwen. Heel voorzichtig. Gewoon heel begeleidend vouwen. Die vouw ik ook. Ja, ik heb mijn voorbeeldje natuurlijk niet meer. Dat komt wel hoor. Altijd even. En dan kan ik zo even kijken of ik het goed zeg voor jullie. Ja, ik zeg het goed. Ik ga hem nu heel voorzichtig dubbel vouwen. Ik ga hem goed neerleggen. En dan pak ik mijn rilbeen erbij. En dan kan je hem zo doen en je kan hem zo doen. Het maakt niet zo gek veel uit. Dus we hebben hem gewoon allemaal als een bergvouw gevouwen. En dan kan hij zo dicht. Yes, dat is leuk hè? Ik vind hem wel leuk. Voordat ik hem dan ga af gaan maken, ga ik vast aan de voorkant mijn dessinpapiertje pakken.
En ik pak eerst de 7 bij 7. En die 7 bij 7 gaan wij hier plaatsen. En die ga ik hier plaatsen. Als je dessinpapier hebt, helemaal prima. Ik heb hiervoor gekozen om blauw te doen. Omdat ik uit digipapieren tekst heb gebruikt. En die wil ik afmatten. Dus vandaar dat ik daar blauw heb. Dus deze plakken we aan deze kant erop. Kleine randjes heb ik. En dat doe ik bij deze kant ook. Nou kan je er ook voor kiezen als je zegt van, nou maar ik vind het leuk, ik wil hem eigenlijk die hele vlak hebben. Kan ook hè. Dan leg je hem erop, teken je hem af zoals je dat van ons gewend bent. En dan kan je hem gebruiken. Nou heb ik ervoor gekozen, en dat vond ik zelf erg leuk, om hier het dessinpapier te doen. En ik heb er dus wat meer gesneden. Want ik denk van, nou ja, dat vind ik dan wel erg leuk om dat zo deze eigenlijk. Het is net een puzzeltje eigenlijk, hè? Zo gaan we, denk ik. Dan doe ik die ook zo. Oh, waar ga jij heen? Er tussendoor. Kijk. Lekker spelen. Daarom heb ik ietsje meer. Ik vind dat leuk. Dat ik er lekker mee kan spelen. En dan doe ik daar weer de effa. Dat is hierboven. Kijk. Dan heb je een heel speels effect. Oh, die bewaar ik. Want die komen natuurlijk op de achterkant. Ik ga heel even snel. Omdat ik niet wist welke ik wilde gebruiken. Even snel mijn beinkt er langs. Ik had voor Debbie haar creatie gemaakt en het was een cadeauverpakking, omdat het cadeautje eigenlijk iets groter was uitgevallen. Qua verpakking dan, hè? Niet qua dinges, maar qua verpakking. En ik wou graag de cadeauverpakking eromheen hebben. En toen had ik het gemaakt voor jullie, ook opgefilmd. En toen dacht ik van ja, maar ik wil eigenlijk ook nog wel een persoonlijke noot geven. Dus ik heb nog even een extra kaartje gemaakt. En dan was dit uitgekomen. En toen had ik hem af en toen dacht ik van ja, dat, ik heb geen foto's van gemaakt, want die was voor Debbie. Toen dacht ik van dat vind ik natuurlijk wel heel leuk om eigenlijk ook met jullie te delen. Dus vandaar dat ik deze voor de lijf 48 had bedacht. En wij horen heel vaak, we willen graag kaarten maken. Wij vinden het ook heel leuk om cadeauverpakkingen en cadeautjes te maken dat je weg kan geven. Dus we proberen het een beetje af te wisselen dat iedereen wat heeft. Ik plak deze er eventjes op. Daar gaat eigenlijk het meeste werk in zitten. Ik doe alleen de voorkant met jullie beplakken. Want de achterkant doe ik dan na het opnemen van dit filmpje. En het oppimpen natuurlijk ook. Dan is het eindresultaat, kunnen jullie op de foto zien. Zo. Het is een vrije woensdag. Vanmorgen had ik de challenge opgenomen al. En ik heb al mijn huisje gedaan. Oh. Dan nog even zelf douchen en de badsel schoonmaken. En de laatste wassen drogen. Buiten. En dan is mijn vrije dag er weer op. En dan heb ik hem nuttig besteed met jullie. Zoals ik al zei, heb ik de teksten. Vitamine C. En The Ways of the Sea, we get, help me get back to me. Maar ik vond hem dan, omdat de tekst niet zo breed was, heb ik er nog even een extraatje wit onder gedaan. En die ga ik er dus op plakken. Dus we hebben in de digipapier hebben we Nederlandse tekst en we hebben een Engelse tekst. En zoals jullie weten gaan we een beetje stoppen met de teksten. Misschien in de tag dat we dat nog doen. Deze bijvoorbeeld ook heel leuk gebruiken voor een album, voor je vakantiealbum. Ook erg leuk. Het papier.
Zo. Dan ga ik hem weer even vouwen. En dan ga ik hem even wegleggen. Dus zo staat hij. Gaan we even wegleggen. Dan gaan we nu wel de rilbot erbij pakken. En we gaan de B pakken. En dan moet ik even spieken. B gaan we op de lange kant gaan we hem rillen. Ik zet mijn snijmes omhoog. Op 7 centimeter. Nee, dan kom ik nog bij 7 op 4 centimeter. Sorry hoor. 4 centimeter. En ik pak C erbij. En die ga ik dus ook op de smalle kant. Op de smalle kant. Niet ook, dus ook op de smalle kant. Ook op 4 centimeter. Dus bij deze B, dat is de... Wat was die? 16,2 bij 12 gaan we op 4 centimeter rillen. En op C, die is 11,2 bij 12 ook op 4 centimeter. Dan vouw ik hem om. En dan leg ik de smalle strook van C aan de rechterkant. Ik vouw de andere kant ook om. En die smalle strook leg ik dan aan de linkerkant. Dan draai ik ze eventjes om. Altijd makkelijk. Ga ik dubbelzijdig tape pakken. En die ga ik op die 4 centimeter lijn doen. Nou hoeft dat niet helemaal. Maar ik doe een klein stukje aan de rand. En de rest doe ik dan uiteraard met lijm. Zodat ik die dan kan plakken. Maar dat die wel vast zit. Maar kan dan iets schuiven. Oké. Ik heb de radio aan. Altijd, als ik op kantoor werk ook. En ik ben de doos van de Nederlandse muziek. Dus ik vind het heerlijk om mee te zingen. Ik pak de basis erbij. Ik draai hem om. En ik draai deze ook om. En die komt precies dus hier op die 4 centimeter aan de achterkant. Dan kan je even kijken of die goed tegen de vouwlijn aan zit. Ja hoor. En plakken maar. Kijk hem om. Dat doen we dus met die andere ook. En dan aan de andere kant. Doe ik daar ook de dubbelzijdige tape eraf. En nou zit ik over mijn lijn heen. En ik heb een heel vies lijmdoekje. Mijn onderhand is dit ook een stempeldoekje. Ik draai even, want ik vind het altijd makkelijk om... Dit is dus de linkerkant, hè? Maar ik draai hem even om, zodat ik even goed kan kijken of ik goed zit. Dan zie ik het gewoon wat beter. Hoe stom kan het zijn? En goed tegen de vouwlijn ook aan. En dan past hij precies. En dan komt hij zo, komt hij dicht. Even aandrukken. En als je hem dan openslaat, heb je je kaart. Maar nu vind ik hem dus leuk dat er dan ook een... Dat heb ik uitgerekend. Ja, had ik ook uitgerekend. Gaatjes inkomen. Ik ga hem hier... Oeh, niet zo hard. 2,5 centimeter van de zijkant. Van de buitenflap doe ik 2,5 centimeter. Wow. 2,5 centimeter. Even een stipje. Doe ik hier ook. 2,5 centimeter. Ga ik op de lijn van de 2,5 centimeter ga ik mijn liniaal leggen. En dan moet die dus op 3 centimeter van bovenaf en 3 centimeter van onderen. 1, 2, 3. Nou, die zat aardig goed, maar die niet. Dus daar ga ik mijn gaatjes in maken. Nou had ik daar als eerste natuurlijk de zijpapier op kunnen plakken. Had ik dat kunnen doen? Had ik kunnen doen. Laten we dat eerst doen. Anders ga ik het jullie eigenlijk heel erg ingewikkeld maken. We gaan gewoon eerst op de zijpapier plakken. Ik had bedacht. Deze aan deze kant. Ik ga hem straks gewoon nog een keer aftekenen. En ik had bedacht. Deze, dat is die 11,7 bij 11,7 aan deze kant. En die komt aan die kant.
Dan ga ik hem nog wel even beinkten. Want ik zat er eerst aan te denken van nee, dat kan niet, want ik moet hem eronder plakken. Maar dat hoeft in principe niet. Want ik had hem los zitten. Soms moet ik ook even nadenken hoor. En tegen de tijd dat we de lijf gaan geven, denk ik ook weer, oh ja, hoe zat het ook alweer? Dan doe ik tegelijk de binnenkant ook maar even beinkten. Die moet natuurlijk dan ook wel gedaan worden. En dan doe ik dat van deze ook. Dus die ga ik, hem straks gewoon nog een keer aftekenen. Ja, even uit beeld. En die komt aan deze kant. Sla ik hem even open. Die ook aan die kant. Zo. Ja. Oké. Dus heb ik gedaan. Nou. Gaan we hem nog een keer aftekenen, jongens. Ik ga hier. En dan doe ik hem wel van de witte kant af. Dus op 2,5. Nee, op 3 was die. Van boven naar beneden. Op 3. En 1, 2, 3. Op 9. Dan moet ik even kijken of die goed 2,5 eruit is. Nee. Dus hier komt die. En dat is ook 2,5 hè, vanaf de zijkant. Dus van boven en beneden is die 3, vanaf de zijkant 2,5. Dus hier komt er 1 en hier komt er 5. Nou, poging nummer 2. Okay. Dan ga ik hem dichtklappen en ik doe dicht. Dan doe ik hier een streepje. Zo, het rondje. Oeh, zit hij precies op die orka. Nou, bijna. Net erboven. En dan heb ik daar ook de gaatjes. Die blijft niet staan, want er ligt te veel troep. Dan heb ik daarvoor die leuke ringetjes en die ga ik aan allebei de kanten ga ik dat die ringetjes plakken. En dan doe ik een klein beetje lijm rondom. Knippen en plakken. En dan plakken we aan deze kant ook. Dan draai ik hem om. Ik wil zeggen, waar is mijn speld? En die ga ik aan deze kant net zo doen. Dan zet ik de speld er weer even snel in. Ik moet hem even schoonmaken, zie ik ook. Maar hij koekt een beetje aan de onderkant. Kom. En dan plak ik daar ook mijn rondjes op. En als die dan zitten zo, ga ik even met mijn lijmdoek eroverheen. Dat die netjes is. Zoals jullie zien, heb ik dan nu de achterkant nog niet beplakt. Wow, die hebben we dus wel klaar liggen. En die ga ik straks plakken hoor, want dat vind ik niet mooi zo. Aan de achterkant wonen ook mensen. Ik pak mijn lijmdoek. Druk hem even lekker aan. Ik ondertussen ook de restant van de lijm weggehaald. En dan klap je je kaart dicht over elkaar heen. En dan hebben we lint. Het
touw, wat je wilt. Ik kies ervoor. En volgens mij ben ik deze ooit een keer bij de Libra gekocht. En dan doe je hem er doorheen. En dan kan je de hart er ook voor kunnen kiezen om hem hier onder te plakken. Dat je het niet ziet. Maar ik vond dat niet zo leuk. Zo kan je hem gewoon echt lekker openmaken. En anders heb je al die draadjes liggen. Maar dat is jullie keus. Wij geven de handvaten. En jullie maken naar jullie eigen ideeën. Kijk. En dan is dit de kaart. Dan kan er nog een stukje vanaf. Je kan de kaart zo leuk sturen. Dit is straks beplakt. Je maakt je kaart open voor de jarige Job of voor wie dan ook het is. Je doet hem open en je hebt je kaart als zijnde. Dit is een oude bestaande kaart en we hebben hem gewoon even anders gemaakt. Dan kun je er bijvoorbeeld ook voor kiezen om hier een leuke tag erin te doen of wat dan ook. Dat kan ook nog, hè? Dus je hebt eigenlijk nog best wel veel keus. Maar ik heb hem zo gelaten. Ik ga hem leuk oppimpen. En ik hoop dat jullie de live leuk vinden. Dit was het. Tot de volgende keer. Doei doei.